Dan loopt daar iemand in kostuum. Alright. Fancy. Ja, te. Wat te? Dat is echt niet buiten mijn comfortzone. Ik vind het wel leuk, maar het is wel een beetje buiten mijn comfortzone. Er is een reden waarom ik een kostuum aan heb. Ik had het in mijn vorige vlog al gezegd. Ik ben uitgenodigd door Sander, die gast waar ik mee ben gaan karten. Want hij is uitgenodigd voor een première. En ik zei dat het geen filmpremière is, maar hij heeft mij meegevraagd. Sander is hier trouwens ook. Ja. Ik kan niet onthouden hoe dat het heet. Het is de première van een nieuwe 1-serie. En wij mogen gaan kijken naar de eerste 2 afleveringen van Tabula Rasa. Maar ik heb de trailer gezien en die was wel enorm goed, dus ik ben echt heel enthousiast. Ik ben wel heel benieuwd, want ik ben nog nooit naar zo'n première of zo geweest. Het is op het filmfestival toch? Ja. Het filmfestival, ja, in Gent. En we zijn in kostuum, want de dresscode was cocktail. Hier achter mij is het filmfestival van Gent bezig en daar is vanavond de première van Tabula Rasa. Maar we zijn een beetje te vroeg, dus we gaan eerst nog iets drinken. Ik weet totaal niet wat ik moet verwachten, ik heb geen trailer gezien. Ik weet niks over de cast, ik weet niks. Dus dat is wel tof, omdat ik mij gewoon verras. We gaan nu richting Festivaldorp, of hoe heet dat? Festivaldorp. Daar moeten we een bandje gaan halen en dan mogen we hopelijk binnen. En we zijn nog YouTubers tegengekomen, namelijk... Hallo! Wouter, of iets Woutie. Heb je zo'n kreet? Nee, yo mensen! Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video! Ja, dat is... Wouter is erbij gekomen. Hallo! Ja, het is veel. Oké. Krijg dit maar eens allemaal aan. Even een foto maken voor op Instagram. Oh, de vloer. Alright. Heb je bandje al? Ja. Maar ik was al kwijt. Nee. Zo vrij belangrijk. Ik heb ze. Hey. Ja, de cast komt net toe op de rode loper. Met krukken. Dus ik vermoed dat de opnames niet vlekkeloos verlopen zijn. Iedereen akkoord, ik heb film. Ja, ze hebben de deuren. De hele cast staat nu op de rode loper. En alle fotografen en alle cameramannen moeten nu een beeldje hebben. Ze zijn allemaal aan het zwaaien. Kijk naar mij. Dat duurt wel even. En de gastvrouw vanavond is Kat Luijten. Toch? Ja. We gaan straks Tabula Rasa feestelijk inleiden voor publiek en VIP's. Het is schoon hoe dat ze allemaal uitgedost zijn. Ja, maar jij ook. Is het waar? Ja, ik dacht, we zoiets met ons beste beentje. Je kunt niet onderdoen, hè? Nee, hè? Heb je al een foto kunnen nemen van... Wel, ik was juist op mijn... Oei, het gaat nu toch niet weg zijn, hè? Zo mijn werk van gemaakt. Wat denkt u? Ah, is het de eerste keer lichtgevende letters? Ik ben nu dat je kunt posten, ja? Ja? There's no way back. Ja. Mag ik een beetje van uw VRG? Het zit over mijn limiet. Dus dat kost mij heel veel geld. Ik zou daar gewoon een bonnetje van binnenbrengen bij de VRT. Extra data voor de première van Tabula Rasa. Ja! Voor de loper. Wacht, hè. Dan gaan we dat toch, want ik wil er ook wel bij hebben. Met triple. Ik heb het net al gezegd, maar ik heb nog helemaal niks gezien van de serie. Blijkbaar is iedereen al trailers gezien aan stukjes. En ik wist zelfs niet wie dat er meespeelde. En blijkbaar is Vele Bates hoofdrol. Ik weet ook niet wat vloggen is, dus dat wat. Gewoon, dat is gewoon leven eigenlijk. Maar ze speelt dus de hoofdrol, klopt. Yes. Kunt u er iets over vertellen? Ik kan er iets over vertellen. Het is een psychologische thriller met vleugen van... Nee, met drama, serieus wat drama. En vleugen van horror. En het gaat over een vrouw die wakker wordt in een gesloten instelling, psychiatrische instelling, en die te weten komt dat ze eigenlijk de sleutelfiguur is. Ja, laat maar. De sleutelfiguur is in een verdwijningszaak. Het probleem is, zij heeft geheugenverlies en ze weet niet wie dat die man is. Voilà, daar komt het op. En dat zit jij, of? Die man? Nee, die vrouw. Die vrouw ben ik, ja. Ja, het waren blijkbaar zeer zware... Dagen. Ja, dagen, nee, want... Nee, maar deze heeft daar niks mee te maken. Dat is super. Dat draaien is al... ik ben van een boom gesprongen. Oh, van een boom gesprongen. Toch niet bewust? Jawel. Maar ik ben nog speels, hè. Scoop. Ze is haar leven beu. Nee, helemaal niet. Maar weet jij dat wij ooit samen naar de frituur geweest zijn? Ik weet dat ik met u in de studio heb gezeten, ja. Maar dat wij samen naar de frituur geweest zijn, dat weet ik al niet meer. En je hebt mij getrakteerd. Ah, zie. Ik vergeet dat niet. Ooit trakteer ik je terug in de frituur. Goeie herinnering. Ja. Bon, dus we hebben de hoofdrolspeler van Tabula Rasa. Ja. Kan je er iets meer over vertellen?
merci. Dankjewel. Nu gaan we de twee eerste afleveringen op jullie loslaten. Merle Bates, ook in de rol van Mie. Malin Sarah Gauvin. Scenarist, ook scenarist Christophe Dirks. Hoe ben je het? Goed. Goed. Ik wou het ook aan u vragen eigenlijk. Heb je alweer gesocialized? Ja. Valt wel mee, maar ik voelde mij niet zo goed. Ik heb daar straks een broodje met zalm gegeten en dat was niet oké. Ik ben intussen thuis aangekomen. Ik heb Sander afgezet aan het station van Gent, want die moet nog naar Antwerpen. Dikke merci om mij mee te vragen, Sander. Maar ik heb een beetje een moeilijk momentje gehad na de vertoning. Broodje zalm van vanmiddag. En het is ook niet meer bij mij. Het heeft mij verlaten langs de verkeerde weg. Hi. Hey. Goedemorgen. Oh. Proberen en dat zijn dan de sluitwegen. Het is nu 7 uur. Ik ben meegereden met Ilse, want Bas had de auto nodig. Maar ik sta nu in de tweede studio van Joe, want vandaag doen Sven en Anke in de ochtend een testje. Ze gaan kijken of The Voice voor 65-plussers een goed idee zou zijn. Want er is sprake dat Talpa, het productiehuis dat The Voice maakt, zoals The Voice Kids, ook een 65-plus versie zou maken. Top idee lijkt ons. Ze gaan dat vandaag eens testen. Mijn jury hiernaast, die zien de zangers en zangeressen niet. Dat is Misha Mara en Jo met de Banjo, zanger en zangeres van lang geleden. Dit is de jury. Ik Misha ben Mara. Jurylid 1. En jurylid 2. Jo met de Banjo. Zo, ik heb al gezegd dat er misschien mensen zijn die jullie niet kennen. Oh ja, dat kan natuurlijk, want wij zijn ook al oud. Ja. Ik kom niet van afgeschreven, twee, maar Radio 2 en? Radio 2 en VTM. Ja. Wie, dat zijn hier echt nog de echte en sterren. En VRT-TV ook, hè. Ja, ja, ja. Ja. Hoe zit jij voor uw vlog aan het filmen? Ja. Wij zijn de allereerste Voice voor coole 65-plussers aan het doen. Maar echt waar, hè? Die zijn zoveel cooler dan die wat je nu op vrijdagavond in de Voice ziet, de gewone Voice. Het is zo leuk, want het heeft zo'n beetje een grootoudergevoel zo. Ja, als je geen grootouders meer hebt, zijn er hier zoveel, dus kies er maar één uit. Geen grootouders meer? Nee, ik hoop niet. Moeten vragen of een van hun ons adopteert. Ah ja, zo, een soort van adoptie-grootouder. De rijkste, ja. Niet de liefste, hè. Daar hebben we niks aan. Nee, maar dan wij moeten er dan heel lief voor zijn. Dan krijgen wij alles. Een paar jaar, hè. Wat zijn een paar jaar in het leven? Maanden. Hey, we gaan zo meteen de 5 kandidaten die we gehoord hebben nog heel kort op een rij zetten. En dan is het aan jullie luisteraars om te beslissen. 1, 2, 3, 4 of 5. Dirk Verschoren, als je dat het beste vond. Hij is 65 en hij zong You Raise Me Up. Dan moet je gewoon 4 sturen. Het was heel erg duidelijk. De absolute winnaar van deze allereerste, echt de allereerste versie. Maurice heeft gewonnen! Yeah! Yeah! Dex, ik wist dat niet. Ik wist dat niet. En dit is Maurice. Dit is onze oudste kandidaat vandaag. 80 jaar. Ja. En heeft dat hier gewonnen. Proficiat. Dank u. Hoe voelt dat? Dank u. Fantastisch. Ja. Ik vond het een fantastisch initiatief. Voor herhaling zeker vatbaar. Zal ik alleen gaan? Ik heb dit jaar trouwens meegedaan aan de selecties van The Voice. Mm-hmm. Ik was door de eerste selectie, vond het fantastisch, My Way. Maar dan een tweede keer, ja, waarschijnlijk ben ik wel een beetje te oud om... Nee. Enfin, ja. Nee, ja. Niet te oud. Je bent niet te oud, je hebt het vandaag bewezen. Ja, ik weet het. Was vandaag uitgenodigd op Facts. Dat is een groot evenement in Flanders Expo in Gent. Maar Facts is een evenement met... hoe leg je dat eigenlijk uit? Er zijn heel veel mensen die voor de games komen, voor de merchandise van hun favoriete characters, dat soort dingen. Er is ook heel veel cosplay. Dus mensen die costumeplay doen, die zich verkleden in alle soorten fictieve figuren. Daar gaat het eigenlijk een beetje om. Het is niets waar ik direct uit eigen initiatief naartoe zou gaan, maar ik wou het wel heel graag eens zien. Maar ik heb wat beelden van een paar opvallende kostuums. En ik denk ook wel van het engste kostuum.
Het was wel leuk om eens mee te maken. Disney Events, dank u wel om mij uit te nodigen. En nu moet ik gaan werken. Nu, ik had ook niet zo extreem veel beelden van facts. Misschien moet ik mij volgende keer gewoon zelf verkleden en zo opgaan in de massa. Misschien beleef je dat dan wel op een heel andere manier. Maar vond je deze video leuk? Geef zeker een duimpje omhoog. Als je nog iets wilt weten, zeggen, vragen, whatever, kan hieronder in de comments. En woensdag is er een nieuwe vlog. Tot woensdag. Zoveel lawaai zeg. Ja. Dat is niet veel, hè. Carlos vond zijn boot te klein, heeft hij er gewoon een stuk op gelast. Extra kamer. Dat zo. Wanneer gaat het klaar zijn? Oeh, dat zal iets anders zijn. Dat weet ik niet.